Okay, hey, hallo allemaal, welkom bij Need for Speed. Hallo Hoesten. Ik heb hem op PC. Play, find a place for you to join. Maakt mij niet zoveel uit. Stuur is aangesloten. En gewoon welkom bij deze Drew's spelavond. Deze zal dus ook in principe zo snel mogelijk geüpload worden. Dus dat is de bedoeling. Alleen daar doe ik een beetje natuurlijk altijd. Ik moet zeggen, de tweede keer dat ik het spel opstart nu. En ik trek de eerste keer echt ver ben gegaan met alles te regelen en shit. Nou, hey, het is niet helemaal 100% nodig. Even kijken. Ik heb gewoon allemaal controls. Ik heb met een beetje zonder dingen. Muziek van het spel zit uit. Daar komt Nightcover in de plaats. Dat ga ik zo meteen regelen. Voor mij kan ik er. Voor mij kan ik er gewoon bij bewerken. En anders, als ik het er niet op de standaard manier kan bijbewerken, dan weet ik nog wel manier. Ja, de auto's zijn. Een beetje kan zien aan. Bijvoorbeeld de koplampen. Ik weet niet wat er helemaal het is. Maar goed, maakt niet uit. Pak gewoon de Ford Mustang. Ik moet gewoon de garage uit. Dan krijg je dit soort dingen. Ik ga er iets van 2 of 3 races doen uit het spel zelf en daarna is het afgelopen. Dat is de bedoeling, laat ik het zo zeggen. Ja, stop signs. Allemaal kan je een kop maken. Kom op. Ik vind het spel er echt geweldig uitzien. Ik vind de gameplay werkt gewoon extreem goed voor mij. Dus dan ga ik op de O. Er zijn al mensen van level 10 en 18, holy shit. Wat voor missie ben jij? Toe gaan vertellen porten. Ben's personal inderdaad. Ik vind het ook wel geinig hoe zowel Amy als Robin qua namen hierin zitten. Het zijn toevallig ook 2 van de namen die wij standaard eigenlijk in CSP gebruiken. Oké, we zijn nu hier, dan moet ik Page Down gebruiken. Oké, voor mij is de cutscene net geweest. Iemand heeft de game verlaten. Oké, my best. Cutscenes laat ik natuurlijk zelf niet zien. Of dat mag ik ervan net helemaal uitbewerken. Oh. Ik vind het wel geinig. Speed maakt het wel uit. Ik heb hier een dingetje van Amy. Een sprintrace. Hoe geweldig. Daar begint het ook eigenlijk mee. Gewoon compleet. Dus ik ga mijn stoel iets naar achter. Cops don't back down when you try to stay it harder. Ik heb nog geen cops achter me aangehad. Dat is iets dat ik best wel blij mee ben. Maar ik denk ook wel als ze daar mijn heat level omhoog gaat, dat ik ook best wel wat harder ga hitten. Staat er zelfs al bij. Ja.
Dat ben ik al. Kom op. Ik sta nog op het eerste van de tweede, dus daar ben ik best blij mee. Natuurlijk dus maar 14 checkpoints, dus dat gaat sowieso wel goed komen. Dit gaat hem gewoon worden. Maar ook wel zeggen, ik heb natuurlijk zo mijn voordelen als ik te sturen heb. Dit is niet net zoals bij de crew had ik dat heel erg. Dat het fucking spel. Dat het stuur heel veel terugslag heeft, maar dat doet deze niet. En daar ben ik echt super blij mee. Want op het moment dat je niet met de terugslag kan omgaan, is het. Dan gaat hij echt gewoon vervelend doen. Hey, ik kan op zich wel mee omgaan. Ik vind het alsnog best vervelend dat hij terugslag heeft, maar oké. Oh ja. Dat krijg ik iedere keer. Dat vind ik ook wel geinig. Volgende missie Mark van Amy, dus dat ga ik doen. Finish top 2 in de contest voor Amy. Ik sta op dat moment naast die missie van Longhorn. Dus dan ga ik die dropjes als eerste doen. Ben ik heel erg makkelijk in. Oké, wauw, incoming call direct. Dus, check your messages for Spike. Nee, ik heb hier iets van, doe ik deze gewoon eventjes, teleport. Dat doe ik al iedere keer, even teleporten, maar dat vind ik gewoon, dat vind ik wel makkelijker. Kom op. Oké. Om maar direct te zeggen, dat is een drifting. Just
mijn zus en die worden voor mij. Nope, wordt hem sowieso niet. Oké, vanwaar heb ik mijn knok gevonden om mezelf wat stiller te zetten. Oh ja, Jezus. Oké. Wauw. Dan ben ik jullie nu gewoon voor het kijken. Al laatjes voor zo'n beschrijving. Blijkbaar is mijn connectie dus kwijt. Dan gewoon tot de volgende keer.